Het leven is een achtbaan. Hoogte- en dieptepunten volgen elkaar razendsnel op. In de Kamer van Brabant neemt onze weergeloze Isabel wekelijks een bekende Brabander mee, de Python, in voor een heel goed gesprek. Ik ben nooit zenuwachtig. Ben je er bang voor? Ja, ik wil er nou alweer uit. Nee, ik ben niet bang. Weet je zeker? Ik weet het zeker. Zo, man. Ja, hoogtepunt was dus 45 jaar geleden. Hoe uitzicht dit? Een compleet gek huis. Ik kocht een grote auto. Ik maakte 20 optredens op een weekend. Ja, en aangezien je ook naar bed moet, ben ik maar aan de speed gegaan. Ben je nou niet bang dat je ontzettend voor lul staat? Ik sta eigenlijk altijd voor lul, maar als het functioneel voor lul staan is, dan maakt het ook helemaal niet uit. Maar waarom wil je dat zo graag? Omdat ik gewoon wil laten zien, al kan je niet zingen, dat je toch in de top kunt komen. Ik wil laten zien dat negers, of allochtonen in ieder geval, dat die heel goed kunnen inburgeren, dat die zich heel goed kunnen aanpassen. Wat is nou eigenlijk jouw talent? Mijn talent is om altijd met alles wat je doet 100% energie te geven. Bij alles? Bij alles. Oh, daar gaan we jongens! Ja. Kom op, Willeke, concentreren! Ah! Daar hebben de mensen spijt van! Hiervan! Deze spijt heb ik hiervan! Dit had ik nooit moeten doen. Maar hier heb je echt een hekel. De regering heeft gewoon niet op een hekel. Waarom? Aan de kunstbezuinigers. Wat is nou het dieptepunt van jou? Het opgeven of in een ijskast zetten van bepaalde sociale vriendschappen. Een dieptepunt is als je mensen hebt waarvan je denkt dat het je echte vrienden zijn. Ja. Wow. Wow, help. En die je dan toch een eerste. In de steek, man. Welke gek heeft me hier ingevoerd? Wat is je allergrootste angst? Mijn allergrootste angst? Ik heb ook nog hoogtevrees. Hoogtevrees? Dat heb ik ook nog. Nee! Ja! Dat is scherp, wat is je grootste angst? Dat de niet op is. Dat mijn leven voorbij gaat zonder dat ik er alles uitgehaald heb wat erin zit. Vroeger was ik bang om dood te gaan. Ja? Nou, die angst heb ik overwonnen. Nee, je moet het leven leven zoals het komt. Zit het in een crisis? Heeft dit effect op de cadeaus? Isabel, ik heet toch liever mijn baard op? Uw paard? Mijn baard. Oh, uw paard. Waar ben je onzeker over? Ik was onzeker over mijn lichaam. Ja? Niet meer? Nee, ik ben inmiddels... Dat is wel iets met Theo geworden inmiddels, toch? Ik ben 20 kilo afgevallen in de laatste 3 maanden. Oh, het was nog erger. Nou, dit was de achtbaan des levens. Heb jij nog een levensmotto? Ja, pluk per moment, want de hele dag lukt het toch. Alles eruit halen wat erin zit. Niet het vallen is falen, maar het weigeren op te staan. Met een bochel heb je het ergste achter de rug. Exact. Maak er nou uit. Zullen we het nog een keer doen?